Lieselot gaat vandaag het water op in een trapkano. Bij de Kromme Rijn in Bunnik heeft ze afgesproken met Ruben Bil, die behalve sportvisser ook jurist is voor Sportvisserij Nederland. Je kunt erin. Ik mag gaan zitten. Ja, kijk je naar je. Hij valt wel mee, joh. Hij is super stabiel, hè? Want hij is heel stabiel. Hij is vrij plat aan de onderkant, dus hij kleeft echt aan het water. Oh. Nou, ik zit wel lekker, hoor. Zonnetje. En dat is het. Dit is het. Trappen. Nou, super makkelijk. Zo makkelijk is het, hè? Jeetje. Ja. Hé, hey, maar wat een mooie manier van vissen. Zo. Ja, dit is fantastisch, hè? Echt één met de vis. Je zit nog net niet in het water, maar je bent er heel dichtbij. En de vissen zijn ook niet bang voor je, dat is ook wel leuk. Kijk, nu is het misschien nog een beetje te koud. Maar wat je ziet, iets later in het jaar, als het zonnetje er echt goed op heeft gestaan, dan blijven de vissen ook in je buurt. Dus je kunt bij wijze van spreken de brasems en de winders, die kun je zo langs je zien zwemmen. Ja, je kunt ze bijna uit het water scheppen met het schepnet. Nee, dat mag niet, maar... Je bent zelf sportvisser, maar ook jurist bij Sportvisserij Nederland. Nou ja, ik moet wel zeggen, het is wel een voordeel. Hè? Als jij te maken hebt met juridische zaken en je bekijkt het alleen vanuit juridische bril, dan heb je eigenlijk iets te beperkte invalshoek. En je moet ook iets weten van de ecologie, je moet natuurlijk iets weten van het vissen zelf. Sportvistermen kunnen heel relevant zijn. En ik merk wel in mijn werkzaamheden dat het gewoon een voordeel heeft dat je zelf ook sportvist. Dat je dus weet waar je het over hebt. Ja, want wat houdt jouw functie in dan? Eigenlijk heel uiteenlopende zaken. Dus eigenlijk alles wat juridisch te maken heeft met sportvissen, dat komt bij mij terecht. Dus afgelopen maandag stond ik een sportvisser bij die ten onrechte een boete had gehad in de rechtbank in Rotterdam. En volgende week ben ik druk bezig met waterkracht. Met waterkrachtcentrale in Limburg die vissen verhakselt. Omdat wij onze Sportvisserij Nederland inzetten voor en de sportvissers en de visstand. Dus dat, ja, dat wordt eigenlijk een heel breed spectrum waar je dan mee te maken krijgt als jurist. Wat hoor jij in de praktijk waar het meest tegenaan wordt gelopen, bij de handhavers bijvoorbeeld? Een van de dingen die wij zien is dat mensen denken, sportvissers, als ik ergens mag vissen, betekent dat ik alles mag doen. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Kijk op de visplanner, mag ik ergens vissen? En niet alleen op het water zelf, maar kijk ook even naar de voorwaarden die gelden bij dat water. Hier op de Kromme Rijn bijvoorbeeld mag je geen snoekbars meenemen. Nou, dat is belangrijk om dat van tevoren te weten. Eigenlijk het belangrijkste vind ik dat een visser de basisregels weet, maar vooral weet waar hij de andere regels kan vinden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je dus niet alleen weet van wat zijn de regels, alles uit mijn hoofd. Hè. Dat wordt ook wel eens gedacht bij rechtsstudenten. Ah, die moet heel het wetboek uit zijn hoofd kennen. Nee, wat je leert is dat je je regels kan vinden. Dus dat je op de juiste manier zoekt. En dat vind ik eigenlijk voor sportvissers het belangrijkste. En gewoon gezond verstand. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zeg, we gaan vissen. Ik heb er zin in. Let's go. We gaan het zo snel mogelijk doen. Klein beetje naar de overkant toe. Daar is iets meer stroming. Ja, want hoe pak je dat normaal aan? Ik laat me eigenlijk gewoon naar achter driften. Dus ik gebruik de stroming om mee te gaan. Ik doe wat brood in het water. Een beetje de vissen lokken. En dan een stukje brood aan de haak. Verder niks. En, ja, kijken of er wat zin heeft in een stukje brood. Nu is het heel rustig, dus ik kijk gewoon naar die lijn. Die lijn zie je liggen, hè, op de oppervlakte. Ja? Die gaat heel langzaam gaat die naar beneden toe. En als je een vis eraan hebt, dan schiet die vaak weg naar links of naar rechts. Oh ja. En dan weet ik hoe laat het is. Dan. Maar je hebt een licht hengeltje. Ja, dat is een licht hengeltje. Alleen de mensen die goed kunnen vissen, die hebben lichte hengeltjes. En als ik ga vissen, heb ik dan alleen de vispas nodig? Je hebt in Nederland, bijna alle water, heb je om te beginnen vispas nodig. Maar je hebt ook wat extra's nodig. En dat is iets wat sportvissers vaak nog wel eens willen vergeten. Wettelijk gezien is het zo dat je in Nederland een schriftelijke toestemming nodig hebt als je ergens wil vissen. Nou, je schriftelijke toestemming is je vispas. Dat is het pasje zelf. Maar, nu komt die. Wettelijk gezien is het ook zo dat op die schriftelijke toestemming een aantal zaken moet staan. En er moet niet alleen je naam en je gegevens op staan en de instantie die hem uitgeeft. Maar er moet ook op staan waar je mag vissen en op welke manier je mag vissen. En alleen op dat pasje staan natuurlijk niet al die wateren genoemd. En er staan ook niet alle voorwaarden genoemd. En om die reden heb jij naast je vispas ook die visplanner app nodig. Of het boekje waarin die gegevens staan. Zodat je aan kan tonen, ik mag op deze plek vissen, op deze manier.